Eerst vicepremier Lodewijk Asscher, die maakt zich zorgen over taalachterstand bij peuters. En daarom moeten peuters speelzalen en gewone kinderdagverblijven aan vergelijkbare of misschien wel dezelfde eisen voldoen. Dat maakt hij vandaag bekend. We leren Lodewijk Asscher kennen als wethouder van bijna alles en politiek voorman van de PvdA in Amsterdam. Kroonprins der Sociaaldemocraten. De 39-jarige Asscher komt uit de nest van juristen en diamantboeren uit de Amsterdamse pijp. De wonderboy verkast in 2012 uit zijn geliefde stad om het plus in Den Haag te verwarmen. De premier links van de koningin, de vicepremier rechts. Dat ik namens de Partij van de Arbeid zorg dat er eigenlijk een nieuw evenwicht komt tussen arbeid en kapitaal. Toen heb ik gedacht, ja, dan wil ik het toch doen. Asscher maakt van zijn hart geen moordkuil als het gaat om zijn sociale plannen. Het feit dat we hier nu staan, hadden weinigen verwacht en is wel een heel goed teken. Echt vrienden maakt hij niet met die soms lastige maatregelen. Zo krijgt hij zaterdag nog de volle laag van zijn FNV-makkers. Maar wie het ook vraagt, hoe groot de druk of stress ook is, Asscher is volgens vrienden een vreselijk aardige vent die vrolijk opstaat en stevast met een heerlijke smartlap onder de douche stapt. Een politicus is ook nog een mens. Dat spijt me verschrikkelijk. Welkom Lodewijk Asscher. Klopt dat van die smartlap eigenlijk? Ja, ik heb vanavond nog met mijn oudste zoon de smokkelaar ten gehoor gebracht. Ik val nu stil, hè, de smokkelaar. Wat is een smokkelaar? Die ken ik niet. Het is een vreselijk droevig lied van iemand die verliefd wordt. Maar dan blijkt dus de smokkelaar te zijn. Terwijl zijn vader is een grensbeambte en dat gaat mis. Ze slaan op de vlucht, hij schiet. En zoals het hoort bij een smartlap, loopt het slecht af. En waar komt die gedrevenheid voor die smartlappen vandaan, meneer Asscher? Ja, ik heb altijd, als je zingt, jammer genoeg kan ik het niet. Hè? Dus, nee, ik zal het niet vragen. Dan voel je je goed, dan voel je je vrolijk. Het is leuk om samen met mensen te zingen. En is het nou zo dat als je eenmaal in Den Haag werkt na het wethouderschap in Amsterdam, dat je dan meer moet gaan zingen omdat de stress ook toeneemt? Het is soms heel stressvol, dat is waar. Den Haag is heel onvoorspelbaar hoe een week eruit ziet. Soms is opeens crisis. En ik probeer altijd maar het hoofd rustig te houden en te denken, ja, waarvoor doe ik het? En dan helpt het wel als je s'avonds weer thuis komt en die kinderen ziet en soms even een liedje kan zingen. Ja. Ja, het gekke of het opmerkelijk is, vind ik, dat zelfs de oppositie op een gegeven moment zich heeft gemengd in het feit of u wel of niet de kinderen goed of te veel verzorgt zelfs. Ja. Want men heeft u verweten dat u een vergadering heeft laten schieten om naar de kinderen te gaan. Trekt u zich zoiets aan? Nou, ik zag, het was de voorpagina van de Telegraaf. En er was het was een schande, want ik was naar de Sint Maartenoptocht geweest met de kinderen met lampions. Kan ook echt niet, natuurlijk. Dat is natuurlijk afgrijselijk dat je dat doet. Ja. En ik was bezorgd dat het een heel ding zou worden. Maar later in de loop van de dag bleek dat de meeste mensen iets hadden van, eigenlijk wel goed dat iemand ook een keer bij zijn kinderen is. Ze werken hard genoeg, dat zien ze ook. Ze zien ons allemaal 's nachts uit een onderhandeling komen. Dus het draaide eigenlijk en het was een mooie aanleiding om die discussie eens te hebben. Waarom vinden we het nog steeds logisch dat vrouwen voor de kinderen zorgen en wordt er raar gereageerd als een man ook een keer zegt, ik moet naar huis. Ik had een week daarna had ik ook een bijeenkomst die over dat onderwerp ging. Hoe kun je het makkelijker maken voor Nederlanders om en te werken, maar ook voor hun kinderen te zorgen of voor hun ouders of een zieke in de buurt. Maar kan het wel als vicepremier en minister van Sociale Zaken dat die rol inderdaad zo in balans blijft met kinderen en ook het werk? Niet altijd. Soms is het, ben je de hele nacht bezig. Maar ik vind het wel belangrijk om 's ochtends er weer te staan en de broodjes te smeren en de kinderen naar school te brengen. Want dat houdt je ook, als je de hele dag in dat Haagse wereldje zit en je bent alleen maar bezig met de pers daar. Ja, er is natuurlijk een wereld daarbuiten. Het is goed om ook nog even in de samenleving te staan. En die zie je op het schoolplein, niet altijd in Den Haag. En in hoeverre zie je dan de invloed die met de divisie, hè? Dus dat gezin mengen met het werk. In hoeverre zie je dat ook terug in bijvoorbeeld het voorstel voor het kinderdagverblijf en peuterspeelzalen om die bij elkaar te brengen, althans de eisen op één lijn te stellen? Ja, ik heb in mijn Amsterdamse tijd gemerkt dat als je met de juf op school praat en die vertelt hoe kinderen soms binnenkomen op een school op leeftijd 4, die verschillen zijn dan zo groot, dat is bijna niet meer in te halen. Terwijl wat je wil is dat kinderen allemaal een eerlijke kans krijgen om wat van hun leven te maken. Vroeger was de kinderopvang een plek waar mensen hun kinderen brachten omdat ze eenmaal moesten werken. Maar die ontwikkeling is gelukkig al veel verder. Je leert veel meer. En wat ik nu zou willen is een volgende stap. Zodat eigenlijk alle kinderen op die hele jonge leeftijd, dat ze zo ontzettend veel meekrijgen. Niet alleen veilig zijn in de opvang, maar ook wel dingen leren. De taal, maar ook sociale vaardigheden waar je hele leven behoefte aan hebt. Maar als je kinderen die goede start meegeeft, betaalt zich enorm uit. Maar je houdt natuurlijk gigantische verschillen. Kijk, neem u als kind en ook als jongere eigenlijk. U staat bekend als, ik las zelfs, de griezelige perfectie van een vreselijk aardige jongen. Las ik in een interview. En dan denk ik van, ja, die griezelige perfectie uit zich dan onder andere in het feit dat als u naar honkbal gaat en u weet niets van honkbal, dat u zich helemaal gaat inlezen op honkbal, dat u alles weet van de spelers die op het veld staan. Want zo is het toch?
Ja, dat is waar. Ja, dat gaat u zich helemaal bestuderen. Maar is, dat zit van binnen van u. Ja, maar ik heb ook altijd heel erg meegekregen van mijn ouders dat de dingen die je meekrijgt, dat het niet vanzelfsprekend is. En dat je, ik wil in een land wonen waar iedereen dat kan krijgen. Waar ongeacht waar je vandaan komt of in welk huis je wieg heeft gestaan, je kansen kan pakken als je je best doet. En dat heb ik in Amsterdam. Er waren heel veel zwakke scholen waar juist de kinderen heen kwamen uit de slechtere buurten. Door dat aan te pakken worden die kansen groter. En nu kan ik vanuit Den Haag voor alle kinderen in Nederland helpen een stap te zetten. Het werk wordt gedaan door de leidsters op die kinderdagverblijven, door de juffen op school. Maar we kunnen het wel stimuleren, we kunnen wel maken dat we anders gaan kijken naar die kinderen en zien dat er juist op die peuterleeftijd zo ontzettend veel mogelijk is. Maar betekent dat dan kinderen op die leeftijd al worden getoetst? Je hoeft ze niet te toetsen, maar je kunt wel professioneel kijken hoe het met een kind gaat. Vroeger werden die kinderen een beetje rustig gehouden. Nu, zeker die goed opgeleide leidsters, die zien wat is er met een kind aan de hand. Wat moet een kind leren? Doen ze mee met het liedje? Hebben ze de taal te pakken? Gaan kinderen goed met elkaar om? En als je dat jong leert, dan is daarna op de basisschool is je start al gemaakt. En als het anders gaat, dus als kinderen niet op een goede manier aan die school beginnen, dan blijven ze vaak achter en dan komen wij ze tegen als ze 16, 17 zijn. Dan hebben we allemaal reuze grote zorgen, maar het begint veel eerder. Maar als je kijkt naar uw kinderen zijn dan bevoorrecht, hè? Want u bent hoog opgeleid, uw vrouw is hoog opgeleid. Heel veel andere kinderen zijn dat niet. In hoeverre kijkt u naar uw kinderen en probeert u daar ook lering uit te trekken? Hoe dat met andere kinderen ook vergelijkbaar zou kunnen zijn? Nou ja, zij zitten op een school waar kinderen zitten met allerlei achtergronden. En je ziet hoe fantastisch het is dat die kinderen samen naar school gaan. Je ziet ook hoe geweldig de juf van de klas van mijn oudste ik dan nu voor ogen heb. Hoe die daarmee omgaat. Hoe die zorgt dat iedereen meedoet. Iedereen erbij blijft. En ik vind dat iets om ongelooflijk trots op te zijn. Ik wil niet in een land leven waar alle kinderen van hoogopgeleide of rijke ouders naar de ene school gaan. En alle kinderen naar de andere. En dat dreigt op sommige plekken wel te gebeuren. Als je dat anders aanpakt, kun je profiteren van al het talent dat die kinderen hebben. En hebben ze later een volwaardige bijdrage aan Nederland, aan onze toekomst. Maar gaat het niet alleen maar om kinderen met een taalachterstand, allochtone kinderen, om even zo te zeggen. Nee. Het gaat ook om kinderen in andere gebieden in Nederland. Want als je kijkt naar Nederland heb je ongeveer 1 miljoen mensen die slecht kunnen lezen en schrijven. Analfabeet. Dat zijn vooral autochtonen ook. Dat is eigenlijk schandelijk dat dat in Nederland gebeurt. Is dat puur vanuit die vooropleiding, die voorschool, de kinderpeuterschool en de kinderdagverblijf daar slecht Nederlands gesproken wordt? Of waar zit dat in? Nee, er gebeuren al fantastische dingen in die kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Maar het is wel zo dat onderzoek laat zien, in andere landen doen ze al meer in die voorschoolse leeftijd, bij die hele jonge kinderen. En die investeringen, die lonen geweldig. Naarmate je kinderen vroeg wat meegeeft, niet in een schoolbankje, maar via het spel, op een speelse manier dingen leren, kun je heel veel van die achterstanden wegnemen. En er wordt inderdaad onderschat dat ook heel veel kinderen van Nederlandse ouders gewoon niet mee kunnen komen in die eerste schooljaren. Dat je daar wat aan kan doen, dat maakt een enorm verschil. Dus gaat eigenlijk, de droom is natuurlijk dat alle kinderen bij elkaar in de groep zitten al op die hele jonge leeftijd. Met dit plan zetten we een stap. Mm-hmm. Sommigen zullen zeggen, het is maar een kleine stap, maar ik vind het wel belangrijk om de kwaliteitseisen, niet alleen voor veiligheid, want dat blijft heel belangrijk bij die jonge kinderen, maar ook voor het pedagogische, wat je kinderen meegeeft, wat je ze bijbrengt, om dat op te krikken. Want op dit moment is het zo, dat krijgen wij dan uit het onderwijsveld zelf te horen, dat in een aantal behoorlijk wat voorschoolse omgevingen de docenten zelf ook niet heel goed Nederlands praten. Ja. Hoe gaat u dat oplossen? Daar moeten we heel streng in zijn. Je kunt niet bij een voorschool staan, mijn collega Sander Dekker, die gaat daarover, en zelf de taal niet spreken. Dan hou je eigenlijk achterstanden in stand. Dat is soms heel vervelend, want de vrouwen die dat werk doen, doen dat vol passie. Maar dan moeten ze soms zelf terug naar school. Ik vind iedereen verdient de kans om alsnog je diploma te halen. Dat geldt ook voor die leidsters. We kunnen daar geen concessies in doen. Het begint echt op die leeftijd. Nou, stel je voor dat het plan van u gaat werken. Goede eisen, hogere eisen. Veel aandacht voor de ontwikkeling van taal van kinderen. Uiteindelijk maak je opleiding af en dan kom je bij een werkgever om stage te lopen eventueel. Vorige week was de zaak in Arnhem van Jeffrey Korendijk. Hebben wij een uitzending gehad. Jeffrey Korendijk solliciteert in Arnhem. En die krijgt een mail terug waarin hij eigenlijk wordt afgewezen omdat hij een donkere neger is. Even luisteren naar Jeffrey Korendijk wat hij bij ons in de uitzending zei. Het doet me echt pijn, nog steeds. Wat doet pijn precies? Kan je het uitleggen? Het gedeelte waar hij zegt ten eerste, dat heeft me echt pijn gedaan. Ja. Ten eerste een neger? Ja, ten eerste, ja. Ja, ten eerste en ten tweede, zijn cv was niet goed. Als u dit hoort, hè, wat is dan uw reactie? Zeker ook als je denkt aan
Ik hoorde u op 11 november in het radioprogramma Dit is de Dag. U zei van nou, Nederland is niet racistisch. Naar aanleiding van de Raad van Europa, de kritiek op Nederland. Wat denkt u dan als u dit ziet en hoort? Ik vind het afschuwelijk. Dit is natuurlijk puur racisme. En het is ook... Je maakt heel veel kapot als je mensen die hun best doen, die er wat van willen maken, afkeurt op basis van iets waar ze niets aan kunnen doen. Wat je bent, op je identiteit. In dit geval zijn huidskleur. Dus ik heb ook eerder gezegd, er is wel degelijk racisme en discriminatie in Nederland. Daar moeten we heel streng tegen zijn. Maar juist omdat het zoiets ernstigs is, en wat mij betreft het strafrecht er ook voor is, als mensen op die manier zich gedragen, moeten we niet doen alsof iedereen racistisch is. Gelukkig niet. Maar het is er wel degelijk. En dat betekent dat ik het heel goed vind dat hij het aan de kaak heeft gesteld. En dat we er ook met z'n allen voor moeten zorgen. Of nou is bij de discotheek, waar jongeren die zich netjes gedragen soms toch niet binnenkomen. Op de arbeidsmarkt. Een hoop van die jongens hier gesproken in Amsterdam-West. Die wel een opleiding hadden afgemaakt, die stonden te trappelen. En die toch soms het gevoel hadden dat ze werden uitgesloten om wie ze waren. Ja, dat moeten we ook doorbreken. Het is nou, van 2-1. Je moet het best doen. Maar je moet wel een eerlijke kans krijgen. Dus je bent het eigenlijk met de SP eens. Je gaat morgen bij de behandeling van het wetsvoorstel gaan ze vragen om een hardere aanpak van discriminatie. Ingrijpen, boetes opleggen, eventueel aan de schandpalen nagelen van werkgevers. Bent u daarmee eens? Ik ben het daarmee eens. Ik vind dat je heel streng... Zij zeggen dat de inspectie het moet doen. We hebben daar in Nederland het college Recht van de Mens voor, waar iedereen een klacht kan indienen. Maar dat is de techniek erachter. Het principe, daar ben ik het mee eens. Iedereen verdient een eerlijke kans. Je moet zelf je best doen. Je moet zelf aan je cv werken, je moet zelf je opleiding afmaken. Maar dan mag je niet worden afgewezen om wie je bent. Dat is het kernprincipe van Nederland. Want als je kijkt naar het klimaat dat is ontstaan, heeft al eerder gezegd, we gaan het niet over de Zwarte Piet discussie, maar met name wat er omheen ontstond. En nou ja, Gordon, Jack Spijkerman, een aantal voorbeelden zijn er geweest waarvan mensen zeiden van dat is racisme. Maar wat mij verbaast is dat men heel erg discussieert over dat soort zaken, wat ik dan eigenlijk bijzaken noem. Terwijl als Wilders gisteren roept, bijvoorbeeld naar aanleiding van... Nee, zaterdag was het alweer. Naar aanleiding van 200 jaar Koninkrijk zegt hij, ja, zo'n multicultiefeestje. Eigenlijk serveert hij eigenlijk een deel van Nederland af. Ja. Dat is vele malen erger, vind ik eigenlijk. Hoe ziet u dat? Ik heb hele felle debatten met Wilders en met de PVV gehad over hoe je met mensen omgaat en over wat integratie betekent. En hij heeft het recht om te zeggen wat hij doet. Zeker. Ik begrijp best dat er nu ook ophef ontstaat over uitspraken op televisie. Want uiteindelijk weten mensen wat Wilders vindt en waar hij voor staat. En er zijn ook weer andere partijen die er heel anders in zitten. Dat is ook democratie, dat kan botsen en tot een einde komt. Maar mensen die, zoals die jongen waar het over ging bij Gordon, die daar een lied zingt. En die niet alleen wordt afgekaakt, maar 2-3 keer. Je ziet die jongen daar kijken en je krijgt bijna plaatsvervangende schaamte. En dat is wel degelijk heel erg kwetsend. Ja, maar dan zou je toch wel... Dat hij niet het recht heeft om dat te zeggen. Ja. Dat heeft hij gelukkig. Vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Maar hij staat er ook niet bij stil. Dat vind ik... Het zou hem sieren. Hij heeft ook gezegd, ik zou zomaar excuses maken als ik wist dat die jongen gekwetst was. Nou heeft die jongen dat eerder niet durven zeggen, omdat hij een workcontract had getekend. Niks te zeggen over die show. Later bleek dat hij zich wel degelijk gekwetst voelt. Nou, dan siert het hem om ook te zeggen... Zo had ik het niet bedoeld. Daniel, jij hebt gezegd, je bent geadopteerd. Gaan we straks nog even over hebben, want in die film ben je een geadopteerde jongen. In Bros Before Hoes. Ik las dat jij zei dat je het bijna erger vond om anders van kleur te zijn in waar je bent opgegroeid dan geadopteerd. Wat bedoelde je daarmee? Jeetje. Ja, jij hebt het gezegd, Daniel. Ja. Wat bedoelde ik nou eigenlijk? Ja. Misschien was ik dronken. Ja, ik... Ik denk, wat ik bedoelde, was waarschijnlijk dat geadopteerd zijn, dat is, als je dat vanaf je geboorte al bent, dan weet je niet beter. Dus je hebt niet een beeld van jezelf, van ik ben een geadopteerde jongen, maar anders zijn dan andere mensen, dus er anders uitzien, misschien dat je dat zelf ook wel ervaart, dat is van jongs af aan, het kan wel pittig zijn. Ik ben opgegroeid in het Gooi en het is een vrij blanke gemeenschap natuurlijk. En ik denk dat het hele anders zijn, dat is wel bepalend voor iemand, ja. Kan je een voorbeeld daarvan geven? Nee, ja, je voelt dat gewoon altijd. Je voelt... Ja, maar dit moet jij toch ook hebben? Vroeger, als je ergens binnenkwam, en ik neem aan dat je altijd deze huidskleur had... Ik kan me wel herinneren, ja. Ja, toch? Ja, maar wel zonder snor. Snorstje. Ja. Nou ja, dan je voelt... Iedereen in de ruimte waar ik nu binnenkom ziet er anders uit. En dat is, als je jong bent, is anders zijn, voelt dat heel onveilig. Pas later, als je volwassen bent
en je ontwikkelt je, dan begin je te begrijpen en te waarderen dat anders zijn, dat een kracht is. Maar in je jonge, onzekere jaren is dat zwaar, ja. Nou ja, en dan kom ik ook weer terug op, zeg maar, hoofd- en bijzaken. Waarbij ik de gevallen à la Gordon bijna bijzaak noem, zijn wel televisiematig, zijn ze heel erg interessant. Maar beleidsmatig, veel malen minder. Een voorstel van de coalitiepartij van de VVD om bijvoorbeeld de paspoorten van de Antillen een andere kleur te geven. Dan denk ik van ja, volgens mij is dat toch Nederland? Ja, nee, dat is, vind ik, ook het belangrijke principe. We zijn allemaal Nederlanders en we verschillen allemaal van elkaar. En soms is het zichtbaar en als je in een witte buurt opgroeit is dat misschien best lastig. Maar het land is ook weer verder. We hebben een heel ander land dan 50 jaar geleden. En als het basisprincipe dat je daar gelijk in bent en gelijke behandeling verdient, dat, als we dat maar overeind hebben staan, ja, dan kunnen we heel ver komen. Maar als we daaraan gaan knabbelen, dus als je toch tweederangs burgers gaat aanwijzen, ja, dan maak je iets kapot wat veel te waardevol is voor heel veel Nederlanders. Ik vind dat zie je in heel veel kleine dingen terug. En in die zin, natuurlijk zijn dat bijzaken. Als iemand een grap maakt op televisie. Maar er zijn ook mensen die naar televisie kijken, die hebben die ervaring gehad met zo'n sollicitatie. Die hebben zich anders gevoeld. En denken, nou, lachen. Ja. En de gevoeligheid daarvoor mag er nooit toe leiden dat we politiek correct problemen niet benoemen. Dat is ook niet de weg. Als er problemen zijn, ook met een bepaalde groep, benoem het om het op te lossen. Maar het feit dat je mensen afkraakt om wie ze zijn, om hun kleur, om een afkomst, ja, dat voegt echt niet zoveel toe. En dat hoort ook, vind ik, niet bij de mooie dingen van ons land. De dingen die we hier samen hebben opgebouwd. Maar er zit natuurlijk wel verschil tussen afkraken en een geintje maken. En dan zijn het natuurlijk ongelukkige geintjes. Maar er wordt af en toe ook wel heel erg moeilijk over gedaan, vind ik, hoor. Ben ik ook met je eens. Laten we ook alsjeblieft blijven lachen om goede grappen. Ja. Maar er moeten wel goede grappen zijn. Ja, oké. Okay. Maar weet je, een beetje zelfspot hier en daar. Het is makkelijker natuurlijk, hè? Kijk, als een neger over een neger iets zegt, is het makkelijker weer een blanke grapje over een neger maken. Want dat kan dan weer niet. Ja. Terwijl het misschien best een goede grap is. Maar ja. Dat vind ik het lullig eigenlijk. Nou ja, goed, ja. Als je taalontwikkeling heel goed is en dat gaat, meneer, als je het probeert te bereiken met de jongste jeugd, dan kan je die grappen misschien meer of minder waarderen. Even nog tot slot. Wat is het belangrijkste effect wat u hoopt te bereiken met de maatregelen die vanaf 2016 ingaat? Het belangrijkste effect is voor die kinderen. Dat je eigenlijk als ouder dolblij bent. Vroeger had je een beetje schuldgevoel als je kinderen bij de crèche bracht. Thuis is beter. Maar je zou willen dat die kinderen er zoveel bij leren, dat je alle kinderen dat gunt. En het effect is dan op lange termijn dat we met z'n allen, waar je ook vandaan komt, beter presteren op school en dus ook in de samenleving. Lodewijk Asscher, dank u wel. APPLAUS.